Het is een film over vriendschap tussen twee mensen, tussen Erika en Idi, die elkaar leren kennen en die op reis gaan samen naar Spanje en terug, in een vrachtwagen. Eigenlijk zijn er drie hoofdpersonages. Er is Erika, er is Idi en er is de vrachtwagen, want alles speelt zich af in die vrachtwagen. En hoe is het idee voor het verhaal ontstaan? Het idee is eigenlijk al een jaar of 10 terug ontstaan, omdat ik heel veel mensen heb gevolgd, migranten die op weg waren naar Engeland of die door Europa reisden. En ik wilde samen met Dorothee een film maken over dat fenomeen, maar vanuit, vanuit het standpunt van twee mensen die daarmee geconfronteerd worden en die vrienden worden van elkaar. Dus een film over vriendschap, een warme film waarin dat iedereen zich kan herkennen. Wat maakt Ruth voor jou tot de ideale truckersvrouw? Truckersvrouw maakt me niet uit. Het is gewoon een keigoede actrice. We hadden een actrice nodig die geloofwaardig kon spelen hoe ze in een relatie zit, hoe ze problemen heeft in de relatie, hoe ze iemand nieuw leert kennen en hoe ze daar over haar vooroordelen stapt en bevriend mee wordt. Ruth is gewoon een goede actrice en omdat ze een goede actrice is, kan ze veel spelen. Daarom is ze de perfecte truckersvrouw in deze film. Ik vond het een prachtige film. Ik vond het zo'n mooie, grappige, ontroerende film die mij heel echt leek. Dat kan ik niet zelf zeggen, want ik ben niet iemand zonder papieren en ik ben geen vrouwelijke chauffeur, vrachtwagenchauffeur. Maar het leek mij allemaal heel echt binnen te komen en heel, heel mooi gemaakt. Ik heb moeten lachen, ik heb moeten huilen. Ik heb weer voor de zoveelste keer mogen genieten van mijn goede vriendin Ruth, haar acteerkunsten. En ook van haar collega Welket, die ik tot hiervoor nog nooit had zien spelen. Maar ik vond het super. Van Aleren Tour mag je verwachten dat je eigenlijk een hele mooie, kleine, menselijke film te zien krijgt die een zwaar thema op een hele lichte manier benadert. Je bent hier op de Rode Loper aangekomen in stijl, zoals dat moet bij ons in ons Belgielandje. Hoe was dat om met die camion te rijden, als we het zo campus mogen uitdrukken? Wel, met die camion rijden? Nee, dat was heel leuk natuurlijk. Dat is tof als je op een première zoiets extra kunt doen natuurlijk. En het fijne is dat ik voor de film ook echt mijn rijbewijs heb mogen halen om echt met een camion te mogen rijden, zonder dat ik eigenlijk illegaal bezig ben. Dus ja, dat is fantastisch. Dat is zo leuk met zo'n camion rijden. Niet dat ik super ervaren ben, hè, maar toch, ik mag het. Het staat op mijn rijbewijs. Hoe was dat dan te doen? Dat is echt heerlijk. Dat is echt waar. Je hebt zo'n uitzicht. Je voelt je echt de koning van de weg eigenlijk. Pas op, je draagt een hele grote verantwoordelijkheid. Hè? Dus je moet echt nog veel meer voorzichtigheid in het verkeer meebrengen. Maar het is echt een ongelooflijk gevoel om in zo'n camion te rijden. Is de liefde voor de camion nu eigenlijk groter geworden? Wel, ik had eigenlijk altijd al wel een klein beetje een voorliefde voor het truckersbestaan. Omdat mijn papa ooit in een ver verleden een trucker was. Dus als kind heb ik dat soort leven wel zo wat meebeleefd. En ik moet zeggen dat ik dat dus ook wel echt plezant vond. Dat ik dat nu eens van een andere kant ook echt kon meemaken. Ik vond het een hele schone film. Ik vond het ook heel feel good. Toen dat ze op voorhand het thema in de zaal verkondigde, dat ik verwacht dat het heel zwaar, heel emotioneel ging zijn. En dat was wel maar op een heel fijne manier. Het vertelt echt een verhaal van twee mensen die elkaar proberen te begrijpen. Twee mensen die op zoek zijn naar zichzelf. Heel verschillende verhalen hebben. En er zit zoveel humor in, er zit zoveel vriendschap en herkenning in. En dat was heel fijn om te zien.